Dempsmunings. En de start van de tweede mars was er nogal wat geharrewar, maar we hebben het goed uit wat de beugel precies op de boel zag heen, de start van de tweede mars. De start van de tweede mars bij ons zag er eigenlijk prima uit. We hadden direct kopstarten, we konden zo al een enkele ronde een gat slagen. Wat er achter ons gebeurd is, heb ik spijtig genoeg, ik heb het gewoon niet kunnen zien omdat wij al weg waren eigenlijk. En we konden eigenlijk goed tempo houden, waardoor we eigenlijk goed kunnen uitlopen en daarna de wedstrijd een beetje controleren. We waren niet echt tot het einde volgende gang, maar we waren wel tevreden. De eerste reeks hadden we wat problemen met de veiling en de afstelling. Dat we tussen de reeks een beetje kunnen bijstellen, waardoor we toch zeker nu content zijn om zo die 3 weken te gaan. Dus niks is nager dan nog? De eerste plaats in handen hadden, maar alleen maar ronden. Heb je dan gewoon geconsolideerd of kon je echt nog harder? De eerste ronden hebben we vrij strak tempo gereden, maar halverwege de koers hebben we toch iets minder, alleen toch 90% gereden, niet op 100%. Waarom? Ja, toch een beetje voorzichtig. Het zijn nu 3 weken dat we verder verplaatsing gaan doen. Het zou dom zijn om. Het is eigenlijk niet nodig om hier risico's te nemen als je eigenlijk zoveel bocht. Dus alleen voor ons wel een prima dag.